Het tweeten zoveel mensen op een dag dat het bijna niet te bevatten is voor een mens wat er allemaal voorbij komt aan informatie. Daarom heeft het zin om met de machine ernaar te gaan kijken en daar de interessante dingen uit te halen. Ik kijk bijvoorbeeld naar emoties in tweets en dan met name sarcasme. Het grappige aan sarcasme is dat mensen iets zeggen wat eigenlijk het tegenovergestelde bedoelen. Het is voor een computer heel erg moeilijk om positieve woorden te zien en dan te weten dat het eigenlijk negatief bedoeld is. Wij zijn er toch in geslaagd om dat te leren aan de machine. Het mooie aan Twitter is dat mensen hashtags gebruiken. En dit doen ze om context mee te geven, want tweets zijn nogal kort. Wat je bij sarcasme ziet, is dat mensen ook aangeven dat wat zij zeggen niet daadwerkelijk bedoeld is. Dus ze voegen er een hashtag sarcasme of een hashtag not aan toe. We hebben naar tweets met die hashtags gekeken en die tweets zijn daadwerkelijk heel vaak sarcastisch. Alleen het zou nou interessant zijn als we ook tweets zonder zo'n hashtag kunnen herkennen of het sarcastisch is of niet. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben heel veel tweets gepakt met zo'n hashtag sarcasme of not. Hebben we aan de computer gegeven en ook heel veel negatieve voorbeelden. De computer is toen gaan leren wat nou de verschillen zijn in woorden tussen zulke tweets. En wat blijkt? Als we tweets pakken zonder zo'n hashtag, dan kan hij daar bijna feilloos de tweets uitpakken die sarcastisch zijn. Nou, dat is heel grappig. We hebben de computer geleerd wat sarcasme is. En als je dan op de kaart kijkt, dan zie je een grote rode vlek in Amsterdam en Rotterdam. Dat was wel te verwachten, maar ook een in Groningen. Dus een uitkomst van het onderzoek is dat mensen in Groningen behoorlijk sarcastisch tweeten. In mijn onderzoek richt ik me met name op gebeurtenissen die op Twitter worden besproken. Wat mensen ook kunnen is om te kijken naar griepepidemieën. Dat zijn typisch ongeplande events. En je kan aan de hand van mensen die tweeten over griep, als dat meer en meer gedaan wordt, kan je voorspellen dat er een epidemie zit aan te komen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Google, die kijkt naar mensen die zoeken op griep. Wat ik doe in mijn onderzoek is kijken naar geplande events. Nou, die hoeven natuurlijk niet voorspeld te worden, maar het is wel interessant om te kijken naar de emoties die mensen hebben terwijl ze over dat event tweeten. Dat kan voorafgaand aan het event zijn, maar ook daarna. Als je bijvoorbeeld naar een concert kijkt, dan zouden mensen voorafgaand heel erg positief kunnen zijn en daarna heel erg negatief in hun emoties. Als wij dat met de machine automatisch kunnen herkennen, zouden we aan het einde van het jaar een ranglijst kunnen opstellen van de meest tegenvallende concerten. Een ander interessant doel is om te kijken naar mensen die heel erg agressieve tweets posten voorafgaand aan een event, zoals een voetbalwedstrijd. Op die manier zou je bijvoorbeeld ongeregeldheden tijdens die voetbalwedstrijd in de kiem kunnen smoren. Het mooie aan de wetenschap is dat je niet hoeft in te klokken of uit te klokken. Er wordt niet gecheckt of je wel op tijd aankomt en lang genoeg blijft. Zelf hou ik heel erg van voetballen en ik speel bij een studentenvoetbalclub. Daar ben ik blijven hangen en daar train ik nog steeds 2 keer in de week en speel ik in het weekend een wedstrijd. Dat is heel erg leuk, want zo houd ik ook binding met mijn studentenleven nog. En kan ik een goede balans houden tussen plezier en werk. Faces of Science.